Nederlandse landbouw is wereldwijd bekend. Onze boeren, tuinders en vissers zorgen dagelijks voor ons voedsel van hoge kwaliteit. Er wordt geproduceerd tegen zo laag mogelijke kosten. Maar er zijn ook nieuwe uitdagingen. Klimaat, duurzaamheid, natuur. Ik heb de afgelopen periode veel gesproken met boeren, tuinders, vissers. En zij vroegen allemaal aan mij, geef ons richting. Hoe ziet de landbouw van de toekomst eruit? Wat zijn de zaken waar we ons op moeten richten? Ik geloof dat de toekomst van de landbouw kringlooplandbouw is. Bij kringlooplandbouw gaat het niet om het produceren tegen zo laag mogelijke kosten, maar produceren met zo min mogelijk grondstoffen. En als de grondstoffen over zijn, dan heeft het waarde, dan gebruiken we ze weer. Kringlooplandbouw is ook goed voor de bodem. De bodem is de schatkamer van ons voedsel. En wat goed is voor de bodem, is ook goed voor de planten, de dieren die op die bodem leven. En daarmee brengen we landbouw en natuur ook meer in balans. Dit gaat niet alleen over onze boeren. Dit gaat ook over de consument. Over de waardering die wij hebben voor ons voedsel. En de waardering voor degene die dat voedsel produceren. Maar ook over de prijs die we bereid zijn te betalen voor dat voedsel. Nederland is wereldwijd koploper in landbouw. En het is mijn ambitie dat we dat blijven via kringlooplandbouw. Ik zie ernaar uit om daar samen aan te gaan werken.